Goedemorgen. Of eigenlijk is het alweer middag. Het is namelijk 12:30. Ik ben al een tijdje wakker vanaf 11 uur. Maar ik had geen zin om mijn bed uit te gaan. Ik heb hoofdpijn. Er zit een of andere krolse kat in mijn tuin te mauwen. En ik word er helemaal lijp van. Fucking irritant. Ik snap niet waarom mensen dat soort beesten niet binnenhouden. Want ten eerste krijg je ongewenste kittens. En ten tweede is het fucking irritant voor de rest van de mensen die ervoor heeft gekozen om geen huisdieren te nemen en daar last van te hebben. Maar ik hoor het net zo hard alsof het in mijn huis is. Dat is echt super irritant. Maar goed. Ik ga nu een bagel maken. Zit in de oven. Ik denk dat ik kaas en tomaat eet. En wat thee. Dan ga ik me aankleden. Douchen, aankleden, opmaken waarschijnlijk. En dan ga ik eventjes op avontuur. Ik weet nog niet waar ik heen ga. Of ik naar Emmen ga of Stadskanaal of zo. Maar ik ga in ieder geval even op missie om iets cools te vinden voor mijn boyfriend. En ik hoop dat ik iets vind. Het hoeft niet super bijzonder te zijn of zo. Maar ik wil toch wel iets kopen. Aangezien ik weet dat hij ook iets van mij wil kopen. Dan anders is het zo lullig als je niks krijgt, weet je. Oké. Ik ga mijn ding doen. Jullie horen me later alweer. Er zit iets in mijn oog. Zie je het? Fucking irritant. Horen jullie de ongestelde kat? Fucking hinderlijk. Anyways, ik ben aangekleed, opgemaakt, opgefrist. Ik ruik heerlijk naar rituals. Ik had die van Laura gekregen en ik ben echt helemaal in love met die scents. Echt awesome. Oh, kijk, nu kunnen jullie een keer mijn achterhoofd zien. Ah. Anyways, ik ben eerst eventjes mijn moeder nog aan het appen. Ik ben met mijn tanden gepoetst. Gross. Ik krijg altijd zoveel slijm van mijn tanden poetsen. Het is echt hinderlijk. Maar ik heb net even mijn moeder geappt en gevraagd of zij misschien nog iets moet hebben. Zodat als ze wat moet hebben, dat ze mee kan. Maar anders dan ga ik zo, denk ik, over 10 minuutjes, een kwartiertje of zo weg. Ik ben er steeds niet waar naartoe. Maar ik denk Emma, want daar hebben ze ook een ritual winkel. En ik heb wel een idee in mijn hoofd wat ik wil halen. Maar ik weet het nog steeds niet zeker. Dus ik zie het wel. En alle winkels in Emma ken ik. Dus ik kan gewoon hier thuis een plan maken en dan denken van oké, daar en daar wil ik op zich wel heen. Maar ik moest ook langs de Action. En de Action zit daar echt fucking ver. Dus misschien dat ik wel naar Stadskanaal ga. Maar ik weet het niet. Ik vogel het wel uit. Charming Engel. Ik heb net thuis al een cadeau besteld. Maar ik ben toch nog even naar de stad gegaan. Ik moet even langs de Hema. Er lopen vet veel mensen. Awkward. Ik heb al een cadeau ook in mijn handen. En dat past perfect bij het andere cadeau. Dus nu ga ik even naar de Hema. Ik heb de verkeerde kant op. En het is fucking koud. Mijn handen vriezen er echt af en mijn gezicht ook. Ik ben helemaal ready in de stad. Ik ga nu nog alleen eventjes boodschappen doen bij de Albert Heijn. Want ik wil een nieuwe chococino en die hebben ze waarschijnlijk alleen daar. Want bij mijn winkel in de buurt hebben ze niet zo heel erg veel. Ik ga nu teruglopen naar de auto in ieder geval. Om eventjes de tas te dumpen met mijn cadeau erin. En dan ga ik dus even boodschappen doen en dan ga ik alweer op weg naar huis. Hopelijk ben ik nog voor het donker op weg. Maar ja, in principe maakt het niet heel erg veel uit, want er ligt overal sneeuw. Dus dan is het best wel lang licht nog. Alright, tot later. Hallo, ik ben weer
veilig thuis. Wat ik heb gekocht vandaag is vooral boodschappen. Maar ik heb ook gekocht een heel leuk theedoek en handdoek setje bij de Hema. Nu was alles 20% korting, dus dit was maar 4 euro. En het is met hartjes en hij is grijs. En om in het grijze sfeertje te blijven heb ik ook meteen deze theedoeken en deze handdoeken gehaald. Want ik had helemaal geen handdoeken nog in mijn keuken. Wel theedoeken, maar theedoeken zijn altijd welkom. Aangezien ik half in een bak afwas en half de glazen op het aardig gewoon zet op een theedoek. Dus dan kan ik mijn lelijke theedoeken daarvoor gebruiken. En dan voor het afdrogen en het daarop hangen. Dat ben ik dan wel kwijt als ik mijn kachel weghaal. Maar goed, boeien. Ik was aan het vertellen wat ik had gekocht. Dan kan ik daar de leuke op hangen. That's it. Dus die ga ik zo eventjes in de was pleuren. Dan heb ik zelf gehaald bij de Rituals. Een Relaxing Body and Massage Oil. Ritual of Dow. Because that's my favorite. En ik heb dit setje gekregen. En dat waren allemaal handcremetjes. En ik zat nog te twijfelen of ik een handcreme zou halen. Maar toen dacht ik, 8 of 9 euro, ik weet niet meer hoe duur ze waren, voor een handcreme. Dacht ik, ja jezus, dat is wel heel erg overdreven. Maar goed. Dan heb ik voor mijn boyfriend een heel pakket. Waar was ik? Ik had een cadeau voor mijn boyfriend. Het is ook van de Rituals, of course. Ik had een Ritual of Samurai gekocht. En er zit in die handcremetjes zit ook een Ritual of Samurai. Dus die ga ik er gewoon bij doen. Ik heb bij de Hema ook die handdoekjes gehad. Maar heb ik ook meteen een nieuwe foundation brush gehad. Het is eigenlijk een contour brush. Maar ik vind deze veel chiller werken dan de originele foundation brush. Want die foundation brushes zijn allemaal zo plat. En ik wil het niet smeren. Ik wil het zeg maar deppen. Dus vandaar. Maar goed, in ieder geval, dit is de mooie doos van Rituals, als je nog nooit hebt gezien. Fucking awesome. En toen heb ik bij de Action gekeken voor wat dingetjes. Maar ik heb niet echt wat gevonden. Ik zag alleen dit. En dit is wel fucking leuk. Een flower pot. Macramé stijl. Dus die wil ik wel ergens ophangen. Fucking cute. En ik zou er ook een theelichtje in kunnen doen of zo. Want ik heb van die neppe theelichtjes. Ik ga ze niet echt branden. Want obviously zit er touw in. Bij de Albert Heijn heb ik lekker chocochino gehaald. Karamel. Maar ik heb ook weer nieuwe soorten awesome chocolate gevonden. Deze is namelijk almond caramel en sea salt. Nou, die wou ik sowieso al proberen de vorige keer. Maar toen had ik gekozen voor, of in ieder geval had mijn vriend gekozen voor macadamia. Omdat ik geen keuze kon maken. En ik heb ook maple pecan gevonden. Oh my god. En ze waren in de aanbieding. Dus ik dacht, weet je, fuck it. Ik neem het gewoon mee. Waarom niet? Dus dat heb ik gedaan. En er was nog iets in de aanbieding waar ik heel slecht voorbij kan lopen als dat in de aanbieding is. Namelijk Rocky Road. I'm gonna get fat. Maar ja, weet je, ik heb bijna niet gesnackt. En het is wel mijn droomweek / volle maan, zeg maar. Dus ja, vandaag mag het nog. En morgen is het toch Vegan Friday. Dus dan moet ik weer op en top gezond doen. En daar heb ik ook dingen voor gehaald. Of course. Maar goed. Ik ga nu even lekker een chocochino maken. Ah, ik heb meteen twee pakken gehaald. Dat ik dacht, fuck die caffeine free koffie. Want die chocochino is veel lekkerder. En ik ben echt verslaafd eraan. Ik zou echt een keertje gewoon een heel glas willen maken. Met alleen maar dat witte cupje. Want dat is zeg maar de caramel cup. Daar zou ik echt, dat zou ik echt willen. Misschien ga ik dat ook gewoon doen ook vanavond of zo. Maar nu ga ik eerst eventjes lekker een echte chocochino maken. En ik ga eventjes wachten totdat mijn eten een beetje hier is opgewarmd tot kamertemperatuur. Want het komt uit de koelkast en ik wil niet het risico nemen dat mijn ovenschaal springt. Dus in de was doen, chocochino, wacht op eten, ondertussen chocola vreten tot ik eigenlijk geen honger meer heb. En dan mijn vlog online gooien en chillen. Oh nee, ik ga vanavond niet chillen. Ik moet vanavond schoonmaken. Ik heb echt een shitload gedaan. Oké, hier is echt veel lawaai van de waterkoker. Maar ik heb boven schoongemaakt en weet ik wat allemaal. Ik heb het kleine kamertje gestofzogen waar morgen dus iemand de lamp gaat maken. Waarom heb ik twee van die freaking... Ik lijk net zo'n babyvogel, weet je wel. Met van die
chicken wingies of zo. Anyways, bovenopgeruimd dus. Cadeau ingepakt. De badkamer schoongemaakt, nog een keer. Want ik had gisteren had ik het een beetje globaal gedaan. Maar nu heb ik ook zeg maar de plankjes en de tegels en zo gedaan. Moet ik morgen eigenlijk alleen nog eventjes dweilen. Maar ik heb nu eerst de dweil meegenomen naar beneden. Aangezien ik laatst weer kip carry over de grond heb gegooid. En het dus weer tijd is om te dweilen. Nu ga ik thee drinken. Ik ben echt super moe hoor. Ik ga thee drinken. Ik ga lekker een Rocky Road eten. Zo'n zin in. Ik heb net al een hap genomen van die meest karamelachtige kant. Zo lekker. En ik ga Sherlock verder afkijken. Want na 3 kwartier of zo, toen belde mijn vriend. Ik ga eens even Sherlock kijken nog. Thee drinken. En daarna ga ik denk ik naar mijn bed toe. Maar dan spreek ik jullie dan nog wel eventjes. Hey, hey, hey. Ik ga de vlog afsluiten vandaag vanuit mijn badkamer's. Want, wauw, ik denk of mijn stretcher wit was. Maar ik ga zo mijn gezicht wassen en dan ga ik weer allemaal spul opsmeren en shit. Dan heb ik geen zin om moeilijk te doen met film in mijn bed, dat ik het niet kan aanraken en zo. Het is nu 1 uur zoiets. Ik ga nog even wat Dr. Sandra Lee kijken en dan ga ik morgen om 8 uur opstaan. Och, nu al geen zin in. Ik ga heel weinig slapen. Oh, ik raakte mijn fucking saai aan met mijn vrieshand. Want het is fucking koud hier in huis. Ik heb gewoon helemaal lekneus. Van de kou. Maar goed. Ik wens jullie een hele fijne avond. Een hele fijne nachtrust. En ik zie jullie heel graag morgen weer. Voor een nieuw avontuur. Slaap lekker.